Iedere boom produceert in zijn leven miljoenen beukennootjes. Maar slechts een enkele zal ooit uitgroeien tot een boom. De nootjes zijn vooral voedsel voor vogels en knaagdieren in de winter. Afgelopen jaar waren er zoveel beukennootjes dat ze niet weggegeten konden worden. Vele ontkiemen nu op de bodem van het bos. De rosse woelmuizen hebben gretig geprofiteerd van het enorme voedselaanbod. Vele hebben de winter overleefd. De Duivelsberg zit er nu vol mee. Wie rustig gaat zitten, kan ze bijna niet missen. De uilen en roofvogels in het bos staat een goed broedseizoen te wachten met het enorme voedselaanbod aan muizen.